Daphne, ik zag je met een grote glimlach van de baan afkomen. Goede race. Ja, zeker. Ja, dit is wel echt lekker. Hier ben ik ontzettend blij mee. Het is echt een stap in de goede richting en ja, nu ben ik echt blij mee. WK-limiet, Olympische Spelen. Ja, fijn. Oh, het is wel lekker als je dat allemaal gewoon in de pocket hebt, dat je gewoon vanuit hier door kan bouwen. En dat geeft gewoon een ontzettend goed gevoel. Door kan bouwen, geeft dat ook een soort bepaalde rust nu? Ja, tuurlijk. Het is gewoon, weet je, het is heel fijn om dit in de opbouw te hebben. Omdat ik gewoon, ja, weet je, ik heb gewoon de achterstand opgebouwd. Ik ben op de trap gevallen. Dat zijn allemaal van die dingen die je, ja, helaas mee moet nemen. En dat is gewoon heel vervelend. En als je dan nu al eventjes zo'n echte opsteken krijgt, dat is gewoon, dat heb je soms even nodig. Niet de tijd waar je helemaal op hoopte, dit intiem. Nee, klopt. Mijn derde wedstrijd, de eerste twee gingen niet zo heel goed. Dus ik hoopte vooral na mijn race in Stockholm, anderhalf week terug, dat ik een stap zou kunnen maken. En dat heb ik op zich wel gedaan. Season best, maar ik had gewoon nog een grotere stap te maken. Dus ja, dat is jammer. Ik was wel heel blij met 100 meter en dik PR ervoor. Dus dat geeft aan dat mijn snelheid goed zit. Het zit hem echt in de hordetechniek waar ik een beetje naar op zoek ben. Je begint er al over, die trap. Heb je hem nog aangepast in huis? Of, Nee, nog niet. Maar ik moet het wel gaan doen. Ja? Is zo erg? Ja, hij is heel glad. Ja. Maar ik heb niet één meer gehad dat ik in de buurt ervan kom, maar ik wil geen risico meer nemen. Ze noemden net, voordat de wedstrijd begon, zeiden ze een soort Federer tegen Nadal vandaag hier op de baan. Het is het niet helemaal geworden. Baal je daar nog van? Nee, nou ja. Dat weet ik van tevoren natuurlijk ook wel. Het is leuk zo'n battle, maar zij is wel Olympisch kampioen en heeft een stuk sneller persoonlijk record staan. Dus, jij bent ook snel. Zeker. Ik doe gewoon wat ik kan om zo snel mogelijk te lopen natuurlijk. En dan heb ik geen invloed op wat zij doet natuurlijk. Dit is een van je weinige wedstrijden in Nederland. Is dat toch wel leuk om hier te lopen? Ja, het is heel leuk. Ja, en ook speciaal dat er een hele oranje peloton zit. Vanuit SFV, mijn club, met de bus gekomen. Dus heel veel familie en vriendinnen zijn er ook bij. Dus dat is echt heel leuk. Even daarheen net. We waren allemaal wel trots op je. Ja, even op de foto. Je staat hier nu goed. Je hebt een mooie race gehad. Even weer in Nederland. Dit is jouw wedstrijd, toch? Ja, het is geweldig. Het is zo mooi om hier te zijn. Het is zo fijn om tussen het eigen publiek te lopen. En die geven zo ontzettend veel energie. En dat ze een speciaal Daphne vak hebben van Campina. Is gewoon, ja, dat is geweldig. Ja. Dus met al kun je hier weer met een heel tevreden gevoel weg. Ja, zeker.